Hoi allemaal. En vandaag wil ik laten zien hoe je deze kaart, hoe ik deze kaart gemaakt heb. Deze video is voor een videohop. We zijn met 12 mensen uit de groep van de Stamping Dream Curls. Die allemaal een leuk filmpje hebben gemaakt voor jullie. En, dus met de kerst heb je heel veel leuke kijkplezier. Ik heb deze kaart gemaakt met een achtergrondtechniek en daar heb ik de krijtjes voor gebruikt. De soft pastel krijtjes en Versamark en daar heb ik de achtergrond mee gemaakt. Dus dat ga ik eigenlijk laten zien aan jullie, hoe ik dat gedaan heb. De maten en afmetingen die staan onderin de info onder het filmpje. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan kun je daarna kijken. En wat ik gebruikt heb. Dus hebben nodig een papiertje. We beginnen met het heat embossen. En deze maat is, even kijken nog, 10 bij 14,3. Dan ga ik er eerst eventjes over met de embossing buddy. Mijn Versamark. Van mij is niet meer zo schoon hoor. En dan een stempel uit de set. Seasons of Chick en dan deze stempel en deze stempel ga ik ook gebruiken. En ook de stansjes van de sneeuwvlokken. Die, dus deze en die gaan we ook gebruiken. Dus maar ik begin met het Versamark. Je kan het eigenlijk niet zien wat ik nu doe, dus dat is eigenlijk wel jammer. Je hebt wel Versamark en dat is champagne, maar die glimt ook een beetje, dus dat is dan weer minder. Dus dan zet ik gewoon overal een beetje een stempel. Ik denk dat het wel goed is. Dan doen we gelijk op het labeltje even de tekst. Blijft plakken. Zo net zien. Zulke soort dingen heb je altijd in. En waar ligt die erop? Dat is verkeerd. Ik heb er gelukkig nog eentje. Die wil niet. Zo, inmiddels is het geëmbost. En dan gaan we verder met de ster. En ook met de Versamark. En die stempel je. Ik kan het net een klein beetje zien waar ik gestempeld heb. Dan glimt het een klein beetje. Ik denk dat jullie dat helemaal op de camera niet kunnen zien. Draai ik hem even om, dat is wat makkelijker. Ik alles gehaald. Maar dicht. En dan pak ik de krijtjes. Dan heb ik de. Ik
weet eigenlijk helemaal niet wat voor kleur het is. Het is geen Evening Evergreen. Het is Mossy Meadow. Maar eigenlijk past dat er best wel goed bij. En dan wrijf je met je vinger over het krijtje dat er wat stof aan je vinger zit. En dan ga je gewoon maar wrijven. En dan komt eigenlijk de afbeelding tevoorschijn die je net gestempeld hebt. Hoe langer je erover wrijft, hoe donkerder het wordt. Dus vind ik het heel licht dan. Even mijn vinger afpoetsen, dan zit straks alles eronder. Gaan we de kaart opbouwen. Ik heb gewoon een basiskaart van 29,8 bij 10,5 gereeld op 14,85. Die ga ik erop plakken. En ik heb met de label, hoe heet ze, tailor-made tags, dies, heb ik een label gestanst. En dan ook dat kleine labeltje met de tekst op. Dus er zijn 4 verschillende maatjes. Nu wou ik er zo op gaan plakken. Met dimensionals, die had ik gereed gelegd en ik weet niet meer waar. Het is maar goed dat jullie de rest van mijn bureau niet zien. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Als je bezig bent, dan heb je eigenlijk altijd ruimte tekort. Tenminste, ik wel. Er ligt er altijd overal van alles. Deze plak ik een beetje verhoogd op. En dan doe ik dat met deze ook. Dan zomaar net aan de achterkant. Zodat ik hem wel gewoon goed eraan vast kan knopen. Dan heb ik een stukje lint. Schoutlint. Ik weet helemaal niet of dat nog wel te bestellen is. Of het in deze catalogus stond, of dat het in de grote catalogus stond. Ik had zomaar een stukje ervan liggen, dus. En ik knoop er een stukje wit twine omheen. Het is leuk om een beetje schuin te doen. Dan haal ik ze eraf. Kijk.
heb ik verschillende van die sterren gestanst. Even kijken welke ik ga gebruiken. Kleintjes willen niet echt. Halve. Prikpen die dingetjes eruit halen. Ik denk dat we het zo gaan doen. Dan heb ik om van die kleine frutseldingen op te plakken. Is het soms handig. Dan zitten soms heel je handen eronder. Om je siliconenmatje te gebruiken. En een druppel lijm erop te doen. En je pak je ster. Leg hem andersom. Een klein beetje vast en met een sponsje. Breng je dan eigenlijk voorzichtig lijm aan. Als je van die hele fijne dingen hebt, dan is dat soms wel heel erg handig om het zo te doen. En dan kun je hem netjes opplakken. En dan zitten niet heel je handen eronder. Ik ben altijd nogal een knoeier wat dat betreft. Maar net aan de onderkant schuiven we die eronder. Heb ik op die van mij ook nog kleine doorzichtige. Hebben ze wel eens gehad van stamping, maar ik dacht dat ze nu niet meer in de catalogus stonden. En dan zat er een plakkertje op. Dus dan plakten ze gewoon. Het zijn echt doorzichtige. Lijm erop. Oh, ik heb er hier nog één over. Zie ik.
Moeten we ook nog doen. Nou, nu is eigenlijk de kaart al klaar. Dus ik hoop dat jullie het een leuke techniek vonden. Dit is nu voor de kerstkaart, maar je kan het natuurlijk met allerlei stempels doen en allerlei achtergrondjes en kleurtjes of kleurtjes door elkaar. Ik vond het wel een leuke manier om de krijtjes te gebruiken. En ik had ze al een hele poos liggen. Een keertje bij een teamdag bij Maaike had ik ze gewonnen, maar eigenlijk nog nooit wat mee gedaan. Tot ik eigenlijk hier zo mee kwam dat ik dat bedacht. Dus ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. En ik wens jullie hele fijne feestdagen toe. En een goed en creatief 2023. En tot de volgende keer.